Mazda houdt zich al jaren bezig met de opbouw van een indrukwekkend programma SUV's en crossovers. Daarbij zijn ze begonnen met de relatief grote CX-7. Daarboven kwam vooral voor Amerika nog de CX-9. Maar Europa kwam eigenlijk pas in beeld bij de introductie van de CX-5, die enorm succesvol is. En daarom trekt Mazda deze lijn naar onder toe door met een nog compacter model, deze CX-3. En als we het dan hebben over compact, dan is die auto ongeveer 4,25 meter lang. En daarmee zit hij niet bepaald in het meest compacte segment. Auto's als een Renault Captur en een Peugeot 2008 zitten nog duidelijk hier een stapje onder. Dat zien we onder andere ook aan de vanafprijs van €21.000. En gaan we dan lekker aankleden, dan komen we in de top uit bij deze wat sportief getinte GTM-uitvoering. En die GTM die kost €27.500 en dat is toch een behoorlijk bedrag. Voorin deze CX-3 ligt bij de keuze op een benzinemotor in alle gevallen een 2 liter 120 pk met een koppel van 210 newtonmeter. Een prima motor die behoorlijk presteert met onder andere een acceleratie naar 100 in 9 seconden. Tegelijk is die motor, zeker op de snelweg, heel erg stil. En dan krijg je als bestuurder nogal eens de neiging om te vergeten te schakelen. Maar gelukkig zit er op het dashboard hier een schakelindicator die daarvan gewacht zal maken. Het uiterlijk van die CX-3 is helemaal in de prik. Mazda heeft een indrukwekkend programma opgebouwd de laatste jaren met hele fraai gelijnde modellen en die CX-3 maakt er zeker geen uitzondering op. We zien wat Europese trekjes en dan denk ik met name aan de zwarte en chrome details onderaan de dorpels van de deuren. En dat is duidelijk een detail wat van Renault is overgenomen. De binnenruimte aan boord van deze Mazda CX-3 is voor de voorpassagiers absoluut helemaal in orde. De auto heeft toch goede stoelen met een nette zeilingse steun en in deze GTM-uitvoering ook nog eens vrolijk van tint met wit, zwart en rode accenten die ook op portierpanelen en op het dashboard terugkomen. De ruimte op de achterbank is voor volwassenen een beetje aan de krappe kant en dan denk ik met name aan de beenruimte. Het bagagevolume is met 350 liter minimaal, gezien het formaat van de auto ook normaal, maar zeker niet meer dan dat. Wel is de auto mooi lichtgewicht, dat weten we van Mazda, en dat heeft weer een gunstig effect op het brandstofverbruik. Al bij al een hele leuke, origineel ogende auto waar veel klanten beslist aandacht voor zullen hebben.